Dit is wel gewoon een domper, klaar. We hebben veel dompers gehad dit seizoen. Deze doet wel pijn, gewoon echt pijn. Dit is toch wel klaar, hè? Zolang het niet officieel is, dan ga ik niet zeggen dat het klaar is. Ja, dus er is nog kans, nog 3 wedstrijden. Kan je zeggen, optimistisch, je praat onzin, maar het is gewoon zo klaar. Dat geloof is er nog echt? Ja. Waar baseer je dat op? Ja, nog 3 wedstrijden, zo'n 9 punten. Ja, we zeggen dat heel lang, alleen zolang de kans er nog is, dan gaan we ervoor, punt uit. Kijk, nogmaals, ik kan iedereen denken van, deze man praat onzin, maar ik geloof er erg echt in. Waar baseer je het op als je gaat kijken naar jullie spel? Zijn daar nog punten waarvan je denkt van, nou, daar kunnen we op voortborduren? Ja, dat is een retorische vraag, denk ik. Maar toch, in de tweede helft creëer je 300% kansen, denk ik. Had je hier, maar goed, dat is hetzelfde verhaal als vaker. Sorry. De tweede helft creëer je gewoon 3 hele grote kansen. 110% kansen zelfs. Die moet je gewoon scoren en doen we niet. En tweede goal geven we ze cadeau. En dat is ook een terugkerend verhaal. Dus in dat opzicht is het wel zuur. Ik merk aan jou dat je ontzettend gefrustreerd bent. Meer dan anders. Waar komt dat door? Merk jij dat? Of? Ja, ik ben wel... Dit is wel gewoon een domper, klaar. We hebben veel dompers gehad dit seizoen. Deze doet wel pijn, gewoon echt pijn. Bij mij, bij iedereen denk ik. En... Ja, we moeten door, man. Nog 3 wedstrijden. En nogmaals, je moet opportunistisch zijn, klaar. En teleurgesteld ben ik zeker. Ik denk dat iedereen wel teleurgesteld is. Dus, tja.